Vanaf april heeft Hamond voor het eerst sinds 1957 weer een passagierstrein. Dagelijks stappen een 200-tal Hamond-Achelaren op in Neerpelt om naar het werk te gaan. Een van die pendelaars is Rob. Hij is heel blij dat hij eindelijk de trein in Hamond kan nemen. Ik neem elke dag de trein. Nu momenteel nog van Neerpelt naar Mol. En het probleem zit eigenlijk in de verbinding tussen Hamond en Neerpelt. Dat doen we voorlopig met de fiets of met de bus. Maar dan loopt er zoiets mis. En als de trein hier stopt, je kan het zo zien, dan is het veel makkelijker. Hè? Het spoor dat lag er al, van vroeger uit, de IJzeren Rijn genaamd. Daar rijden dagelijks twee goederentreinen over. Maar om eigenlijk de passagierstrein veilig te laten stoppen, hebben ze het spoor moeten ondubbelen. Zodanig dat de goederentrein de passagierstrein voorbij kan rijden. Vanaf 7 april komt de eerste trein aan. Deze gaat 3 keer 's morgens rijden en 3 keer 's avonds. Vanaf december wordt er een volledige dienstregeling uitgeschreven.